Maar dan zal ik denken, als ik als burger mijn schouders onder het werk ga zetten, u als Surinamer gaat ook uw schouders onder het werk zetten. We gaan het allemaal samen moeten doen. Wat is het eindpunt na 2 jaar? Het eindpunt is dat we een stabiele wisselkoers hebben. En als we niks doen, zou die koers in 2022 op 144 zijn. He, dat willen we niet. Dus we willen een koers die stabiel is. Op dit moment is het tussen de 14,30 en 16,30. En laat het ietsje hoger worden, maar niet meer dan 20. En een inflatie die over 2 jaar onder de 10% is. En als we niks doen, gaat die inflatie 60-70% zijn. He, dus dat is het grote verschil. Dat je geld weer waarde krijgt en dat je koopkracht weer terug is. Zodat je kan gaan plannen eigenlijk. Zodat je ook weer normaal kan leven van jouw inkomen. He, en als we dat niet doen, echt waar, dan gaan zaken uit de hand lopen en daar is niemand mee geholpen. Vooral niet de arme mensen die het inderdaad al moeilijk hebben. Vandaar dat de overheid dit ook niet met plezier doet, maar we weten we moeten even er doorheen om zaken op orde te zetten. Ondertussen moeten we zorgen nogmaals dat er een goed sociaal vangnet is, dat we elkaar ook helpen als burgers en dat we met elkaar zeggen oké, we gaan Suriname weer een mooi land maken en zorgen dat iedereen een goed leven krijgt.